Vandaag schotel ik jullie een croque roger voor. Met ham en tapenade van zongedroogde tomaten. En dankzij mijn heerlijke kruidencreme wordt dit een echte smaakbom. Nou, het geheim van mijn croque zit hem in de kruidencreme. We gaan een kruidencreme maken op basis van platte kaas. We gaan ook zure room erbij doen. En een heerlijke, lekkere, zachte geitenkaascreme. Nou, die drie dingen samen zullen ervoor zorgen dat we een hele lekkere croque gaan hebben. En kijk eens wat een mooie structuur die platte kaas heeft. Echt zo'n product van bij ons, van ongeveer 2 spateltjes vol. Nou, we gaan ook wat zure room erbij doen. Nou, die zure room die zal ervoor zorgen dat we nog extra frisheid krijgen. Eén lepeltje, ook voorzichtig ondermengen. Nou, we gaan die croque nog een extra smaak geven. We gaan wat geitenkaas toevoegen. Een beetje afkruiden. En we gaan ook wat fijn gesneden bieslook eronder doen. Nou, als laatste gaan we nog een klein beetje look toevoegen. Nou, look doen we natuurlijk in een lookpers. Dit is eigenlijk voldoende, een mespuntje. In combinatie met die geitenkaas. Zeer lekker. Nou, kijk eens wat een fantastische kruidencreme we hier hebben. En die kruidencreme zal ook een fantastische smaak geven aan onze croque. We smeren een dun laagje op een boterham. Daarop komt een sneetje ham, wat tapenade van zongedroogde tomaten, parmezaanse kaas en nog een extra lepel van die lekkere kruidencreme. Dan even aanbakken in wat olijfolie voor een krokante goudbruine korst. Nou, kijk eens wat een lekkere crocs. En dat met die lekkere kruidenkaas die we gemaakt hebben. We gaan ons bord nemen waar onze crocs gaan op dresseren. En onze kruidenkaas gaan we natuurlijk niet weggooien. We gaan hem gebruiken als dipsaus. En kijk eens hoe mooi krokant. We willen natuurlijk een mooi bord hebben. Dus we versieren onze croque met wat jonge sla en radijzen. Dit is hem dan, de croque roger. Nou, willen jullie dit ook namaken? Kijk dan op Njam.tv. Smakelijk en tot de volgende keer.